Een bijzonder goede dag allemaal. Jullie hebben een tijdje geen video van mij gehad. En dat komt vrij simpel omdat er eigenlijk niet zoveel gebeurt. Maar goed, we gaan nu vandaag een videootje maken over dingen waar eigenlijk niks met koeien, dan wel trekkers, dan wel boeren te maken heeft. En dat is in een wasmachine. Dit is onze wasmachine die we gekocht hebben vlak voor ons trouwen. Het is een Siemens. Een Siemens, een HR1442. En dit is een was- en droogcombinatie. En deze heeft pompje kapot. Nou, die staat al een dag of wat, staat die al kapot. Of een week eigenlijk, meer dan een week. En dat is niet zo erg. We hebben op de marktplaats een andere gekocht. Dat is ook toevallig ook een Siemens. En een jong gebruikte voor 50 euro. Dus ja, gut, hè, daar val je geen bul aan. Maar goed, deze moet wel even weer klaar, want deze kunnen we dan, deze gebruikt Gerrianne dan om overal zijn dergelijke mee te wassen, waar veel stront en mest en prut en vet en weet ik allemaal wat, alles wat je dus niet bij je normale was in wilt hebben, dan kan ze dan hiermee wassen, maar dan moet die wel even gemaakt worden. Dus ik ga nou een pompje er even uithalen en als je dan vervolgens op, dat leg ik zo meteen uit. Ga eerst pompje eruit halen. Nou, have fun. Ik zal jullie even hier neerzetten. Even op het statief. Op het statief en dan. Het voordeel is, als je een shoveltje hebt, dan zet je hem op de lepels. En dan kun je dus een beetje op de hoogte werken. Hierachter zit een pompje. En er valt meteen al een stuiver uit. Eerste winst voor vandaag. Ja, dat pompje is waarschijnlijk wel kapotski. Nou zit daar, een torx bootje. Dus wij pakken even torx. Kijk, die lacht zich een doel. Oh, son of a bitch. Dus
zijn er bijna. Zo ik zeggen. Hoe heb ik er nog even reden naar? Daar een pompje. Hier gaat het. Hier is het om te doen. En vol in mijn beleving, Moerak, het lijkt alsof hij draait, waarschijnlijk, maar hij draait niet, hij staat stil. Hij trilt maar wat. Dan gaan we dus op zoek naar het type nummer. En het is 100% Chinees. Maar ik zie wel zoveel Chinese tekens. Maar goed. Wenden wij ons tot Google.